Omdat het delen van documenten al belangrijker wordt, ook in een BIM-omgeving, heeft AutoCAD een knop gemaakt die heet Push Docs. Push Docs. Dus stel je hebt een ontwerp gemaakt en die wil je delen in een BIM-omgeving, dan vind je hieronder het tabbladje Collaborate, daar staat een Push to Autodesk Docs. Dat kunnen plekken zijn waar veel data staat van inderdaad een BIM-model. Dus als je klikt op Push Autodesk Docs, dan kun je een PDF-je maken. Je kunt hier, dit is dus de PDF van deze tekening. Als je er iets aan toe wil voegen, dan is dat gewoon maar eenvoudig te doen door deze bijvoorbeeld toe te voegen. Nou, dan heb je er nog een paar. En als je weer een weg wil hebben, kun je dat heel simpelweg removen. Oh, ik heb ze nou allemaal geremoved. Was niet zo handig. Dus als je zegt, ik wil deze hebben en ik wil die. Nou, deze open, dan komt die erbij. Deze wil ik ook hebben. Ik wil ze allebei hebben. En ik kan die eerst wel weggooien. Dus vinkjes aan en dan delete je hem. En dit zijn de jongens die ik wil uitvoeren, die ik wil plaatsen in Autodesk Docs. Ik moet ze selecteren, dat doe ik bij deze. En hier staat upload sheets. Dus als ik dat doe, dan worden ze geüpload en dan kan ik een BIM projectfolder uitkiezen. Ik heb die link al aangemaakt van tevoren. Dus ik heb hier een AutoCAD rubriekje gemaakt. Dus daar zou ik ze wel in willen hebben. Dan kan je zeggen oké, en dan worden ze daar gepost. Ik kan dit sluiten. Ik kan ook even zeggen van nou, laat ze maar even zien, hè. Laat ze maar zien in de documentomgeving. Dus als je hier zit in een BIM-omgeving, ik moet even inloggen. Hij zal me ongetwijfeld nog kennen. En je ziet het, ik zit hier in een AutoCAD-rubriek. Hè. Ik heb een AutoCAD-map aangemaakt en ik heb net deze twee PDF's hier neergezet. Deze twee. Even kijken, de datum 2 april, dat is vandaag. Dus als je daar dubbel op klikt, dan kun je ook zien wat heb ik daar dan neergezet. Ik heb daar een PDF-document geplaatst, rechtstreeks vanuit AutoCAD. Dat was het voor nu. Heb je vragen? Laat het ons weten. Dankjewel.